Je yeah, yeah, mensen, welkom bij Black Crypto. Ik ga jullie even uitleggen hoe je de Binance Smart Chain in je Metamask neerzet. Hoe je dat moet configureren. Zoals je weet staat bij de Exchange Links dus de extensie voor Metamask en voor de Binance Smart Chain wallet. Dus je gaat even hier naar de Exchange Links en dan zie je hier dus Metamask. Die moet je nu dus hebben. Je downloadt Metamask. Je loopt de stappen na, dat heb ik al eerder uitgelegd in een filmpje hiervoor. Dan krijg je Metamask hier in je adresbalkje te zien. Zo niet, druk je even op het puzzeltje en dan pin je hem even vast, zoals je ziet. En dan heb je hem in je adresbalk staan. Nou, om de Binance Smart Chain te configureren in je Metamask, druk je op Metamask. En normaal gesproken, inderdaad, dan kom je in je mainnet. Maar opletten, dit is voor Ethereum. Dit is voor Ethereum je mainnet. Dus je moet nu de Binance Smart Chain erin zetten. Wat doe je dan? Je drukt hier op mainnet. Zie je onderin staan aangepaste RPC. Daar druk je op. Dan kom je hier bij netwerknaam. Uh, Nieuw RPC URL, chain ID. En uh, de, de symbool. Ja. Die ga je invullen. Nou, ik heb het al ingevuld. Dus ik open even de mijne. Dit is wat je daar neerzet. Bij netwerknaam zet je dus neer Binance Smart Chain. Dus precies wat hier staat zet je daar neer. Bij nieuw RPC URL zet je dus neer HTTPS dubbele punt BSC minstreepje dataziet. Maar daar moet jij geen 1 neerzetten, daar moet jij een S neerzetten. Waar je bij mij een 1 ziet zet jij een S neer, dat is dus datazietz. Maar Binance past dat automatisch aan wanneer je het hebt geconfigureerd, denk ik. Want ik weet niet waarom ik een 1 zie. Maar zorg ervoor dat jij datasites daar neerzet. En dan is het chain ID 56. De currency symbool, dat is BNB. En dan heb je de block explorer URL. Dat is dus https://bscscan.com Precies wat hier staat. Ik laat het even 30 seconden voor jullie open, zodat jullie dus kunnen zien wat je moet intikken daar. Dus nogmaals, dit is wat je exact intikt. Pauzeer de video, desnoods. En uh, tik dit gewoon goed in. Dan druk je op opslaan en dan heb je hem geconfigureerd. Nou, in MetaMask kan je dus meerdere wallets aanmaken. Ja, zoals je ziet. Je kan hier meerdere wallets aanmaken. Je hebt dus je Ethereum wallet. Dat is gewoon je Mainnet. Ja, dat is gewoon dit: dat is mijn Ethereum Mainnet. En je hebt in dit geval nu je Binance Smart Chain. Dus je klikt op Mainnet en dan zie je Binance Smart Chain. Oké, okay. die klik je dan aan. En nu zit je dan op je Binance Smart Chain. Dus als jij BNB wil overmaken naar jouw Binance Smart Chain, ga je geen Ethereum overmaken. Netwerk kiezen, want dan ben je de klos, dan is je geld weg. Wat je moet doen is dus de Binance Smart Chain kiezen, en nu kan jij dus deze coin BNB sturen naar je Binance wallet. Ja, want als je naar de Ethereum stuurt, kost het ook veel geld. Bij Binance, als je stuurt je Binance coin naar de Binance wallet. Voel je het bijna niet. Je betaalt bijna niks. Het, is, wat is het? het kan 14 cent zijn. Niet eens. Het kan 5 cent zijn. Weet je. In ieder geval je voelt het niet. En zorg dat je het goed doet. Dit zou super duidelijk moeten zijn. Dus de Binance Smart Chain heb jij dus nu geconfigureerd. Je pakt dit adres. Ja en die zet je dus door in je Binance als je BNB wil versturen. Dus dit adres. Je klikt gewoon erop. Dan staat er gekopieerd die zet je in je Binance adres, je BNB adres en die verstuur je hier naartoe. Of als je deze hebt, de Binance Smart Chain Wallet, ja. Die ik niet zo handig vind omdat die super traag is. Zet je dus dit adres daarin neer, zodat hij hem dus stuurt, naar je MetaMask. Dus ga niet geld versturen naar je Ethereum adres, ja. Want dan ben je gewoon alles kwijt. Nou. Ik hoop in ieder geval dat dit super duidelijk is. Zijn er nog vragen? Je ziet me in de chat. Ciao, ciao, ciao.